In deze uitzending van Dommel Sportland gaan we kijken naar basketbal bij JRC. Verder hebben we een uitgebreid gesprek met de 70-jarige Wilde Nijs, die nog steeds actief is op sportgebied. Zowel qua voetbal, badminton als scouting voor PSV. Vandaag de wedstrijd tegen Bladel voor jullie. Jullie staan nou er niet florissant voor, heb ik net gezien. Maar wat verwacht je van de wedstrijd? Nou, wel een hele belangrijke wedstrijd vandaag. Het is toch tegen een directe concurrent. We staan één plaatsje hoger dan ons. Dus het is wel belangrijk om vandaag een goed resultaat te halen voor ons. In ieder geval, dat we in ieder geval ook weer een beetje naar boven kunnen kijken. Wat ga je daaraan doen? Welke tactiek hebben jullie om te zorgen dat het vandaag misschien toch succesvol kan worden? Nou, vandaag zal in ieder geval belangrijk zijn dat we in ieder geval in de passing de juiste paassnelheid gaan hebben vandaag. In de voorgaande wedstrijden gingen we toch vaak te snel de 1 tegen 1 zoeken. Waardoor we eigenlijk te weinig in het teamspel kwamen. Vandaag wordt de sleutel wordt eigenlijk teamspel. Een fysieke wedstrijd. Hopelijk ondanks het vroege uur een energieke wedstrijd. Ik heb dit team nog niet zien spelen dit jaar, dus ik weet niet of het een spannende wedstrijd gaat worden. Ik hoop het wel, want het zijn de afgelopen jaren in ieder geval altijd hele spannende partijen geweest. Dus daar hoop ik op. Waar ligt de kracht van jullie team? Ik denk dat we voornamelijk inside, posities laag, wel de nodige kwaliteiten hebben. En nogmaals, die moeten we zien uit te buiten door in ieder geval snel de bal rond te laten gaan en dan de inside te zoeken. Dat we vooral goed samenspelen. Het is een team wat al jaren samen is ook. Het is een team wat de bal goed rond laat gaan. Over het algemeen heel veel tempo maakt. Dus we zijn vrij snel. We zijn niet heel groot, vrij snel. En we hebben veel schutters. Dus dat is een beetje waar onze kracht ligt. Wat is de kracht van dat team? En wat ga je daar tegen doen? Het is een heel ander team dan de vorig seizoen. Dus het is een beetje moeilijk inschatten nog van tevoren wat ze precies gaan doen. Het is in ieder geval een team wat goed gecoacht wordt, wat altijd wel heel straf verdedigt. Dus nogmaals, we zullen het baltempo hoog moeten houden. En in de defense ook voor moeten zorgen dat we hun 1 tegen 1 goed gaan afstoppen vandaag. Wat ga je eraan doen om dit team te verslaan? Hard spelen, fysiek spelen en met een goede motivatie. Wat is hun belangrijkste speler voor jullie? Dat is vooral de center van hun, Thomas. Ik weet zijn achternaam niet precies, maar dat is wel een speler die we goed in de gaten moeten houden. Die was vorig jaar wel erg sterk, heeft een goed seizoen gedraaid. Maar ook een jongen die graag van buiten afschiet, zeg maar. Dus wij moeten niet de fout maken om te denken van nou, die komt alleen inside tot scoren. We moeten echt uitstappen op die jongen en zorgen dat hij ook zijn schot verdedigen. Het is dat Jaap geblesseerd is, want het is altijd een hele flinke goede speler geweest. Ik durf zo niet te zeggen, ik heb het team dit jaar nog niet zien spelen, dus ik weet nog niet specifiek wie er allemaal rondloopt. Ik heb gehoord dat ze een aantal jongens van een andere club binnen hebben gehaald, dus dat is even afwachten. Maar ja, je moet ze uiteindelijk allemaal verdedigen. Dus, Ik wens jullie ontzettend veel succes vandaag. We gaan er allemaal naar kijken en nogmaals, we gaan voor de winst. Nou, hartstikke bedankt en hopelijk veel plezier. Wat denk je dat de uitslag zal worden? En dan bedoel ik winst of verlies? Dan zeg ik winst. Maar dat zeg ik altijd. Dus. Het is niet helemaal een eerlijk antwoord, maar dat zeg ik altijd. Dankjewel. Graag gedaan. Tom, je bent aanvoerder van BC Bladel. Ja, vandaag wedstrijd tegen JRC. Ja, wat verwacht je ervan? We gaan ons best doen, ondanks deze onchristelijke tijd, om 11 uur 's ochtends. We hopen positieve communicatie erin te brengen, hard werken. Het werken voor elkaar is vooral belangrijk. En als we die punten gewoon goed uitvoeren, dan schat ik onze kansen vrij hoog. Wordt dit een moeilijke wedstrijd? Op voorhand denk ik wel. Voornamelijk omdat wij de laatste paar weken niet zo goed in vorm zijn. Het loopt niet zo lekker. Dus eigenlijk zijn alle wedstrijden moeilijke wedstrijden voor ons deze periode. Wat zou je teammaats nu meegeven om te zorgen dat jullie vandaag winnen? En gewoon lekker spelen, gewoon lekker ons eigen spel doen. Lekker samenspelen en gewoon punten maken. Wat gaan jullie doen om te zorgen dat jullie vandaag winnen? Hun snelheid proberen eruit te houden. En zelf de bal goed te delen. Iedereen goed de bal te laten krijgen. En dat alle spelers van ons scores kunnen maken, zeg maar. Niet dat het van enkele spelers afhangt. We moeten allemaal in de wedstrijd komen, dan kunnen we winnen. Wat is voor jou erg sterk bij JRC?
Ja, ongeacht tegen wie we spelen, JRC is altijd wel een tegenstander waar we tegen moeten. Dus we kennen de spelers. We weten hoe we ze moeten verdedigen. We weten hoe we er tegenaan moeten vallen. Maar het belangrijkste is dat die energie bij ons in het team hoog blijft. Zodat we ons of in ieder geval echt druk kunnen uitoefenen. Zodat we echt gas kunnen geven. En ik denk dat dat het belangrijkste is waar ik op ga focussen. Ik verwacht dat ze heel veel op snelheid gaan spelen. Ze zijn heel vaak, dat heet dan een basketbaltransitie, heel snel van hun eigen basket bij onze basket. Heel veel snelheid. Ze hebben heel veel snelle jongens. En daar zullen wij op moeten anticiperen. En dat zijn jullie toe in staat? Gaan we wel proberen. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Dankjewel. Nou, een flinke uitdaging vandaag. Wat denk je? Ik doe niet zoveel denken. We gaan spelen en ik hoop op een winst. En ik weet dat die kans er heel erg in zit. Maar ik ben een beetje huiverig bij uitspraken. Nou, Oranje is thuisploeg, JRC Boksel. Tot nu toe helaas pas één wedstrijd gewonnen, de eerste wedstrijd van het seizoen. En de tegenpartij is BC Bladel, uit Bladel. En die zijn vorig jaar derde geworden in de competitie. Maar doen het dit jaar iets minder goed dan vorig jaar. Dus het zou een spannende wedstrijd kunnen worden. En het gaat om een plek in de middenboot, denk ik. Degene die nou in de bal is Floris de Jong. Eigenaar van Burnt Sport. Bladel onderschept hier de bal. En Thomas kan niet meer dunken. JRC heeft dit jaar een aantal nieuwe spelers erbij gekregen, omdat een aantal mensen gestopt zijn. Mitchell gooit nou een driepunter raak. Kijk, de scheidsrechter aan dat het een driepunter is. Mitchell is een speler die is vorig jaar hier naartoe gekomen uit Den Bosch. Die speelt nou voor zijn tweede seizoen voor Boksel. En samen met Mitchell hebben we nog twee andere Bossenaren. Eentje zit nog op de bank en de andere die is helaas op werkreis. Die zit in Australië. En daarom doet Koen van der Meijden vandaag mee. Die is nog een driepunter van Mitchell. Hij ziet nou twee driepunten achter elkaar raak. Dat is wel wat je eerst even nodig heeft zo aan het begin. Dat is nou, de score klopt volgens mij niet. Maar wat ik wil zeggen, Koen van der Meijden die is vorig jaar gestopt bij Heerenveen. Na heel veel jaren Heerenveen gespeeld te hebben. Maar omdat Jelle Jorisma, die speler uit Den Bosch die nou werkrijk is, weg is, doet Koen van der Meijden vandaag een wedstrijdje mee. Hij zit nu nog op de bank, maar is door zijn lengte straks niet te missen als hij in het veld staat. Volgens mij is hij 2,5 meter. Nou, dan gaan ze weer oude bounce play. Kijken of dat Thomas, speler van Bladel, een actie kan maken. Nee, die wil er nu toe nog niet invallen. Mitchell weer uit de bal. Gaat hij nog een keer voor drie? Nee. Dit is een ouderwetse pick-and-roll wat hier gespeeld wordt. Dat betekent dat degene met de bal die krijgt de screen en dribbelt over het screen heen. Paast de bal terug. De snelle guard van Bladel was weer aan de bal. Wat is een guard? Een guard is de speler die het spelletje opzet. Dus degene die de bal opdribbelt, zeg maar, om het spel te organiseren. Is dat vergelijkbaar met een spelverdeler bij volleybal? Ja, een beetje. Bij volleybal heb je natuurlijk weinig contact. Je kunt maar één keer contact maken. Bij basketbal kun je echt zo lang mogelijk, zo lang als je wil, totdat alles goed staat. En dan open je het spel als het ware. De guards zijn vaak de kleinere, snellere spelers van het team. En de wat grote, sterke spelers staan vaker onder de ring. En dat zijn dan centers of power forwards. Er zijn spelers die dicht bij de basket spelen. Dan heb je nog forwards, small forwards, zoals Mitchell die nou de bal heeft. En dat zijn spelers van buitenaf met een goed schot en een goede drive. Het is nog steeds de wedstrijd, dus het is redelijk slordig. Veel balverlies aan beide kanten. Makkelijke scores worden gemist. Dus het niveau is tot nu toe redelijk laag. Maar goed, ook een laag niveau kan een spannende wedstrijd opleveren. Dat je de bal weggooit zonder dat de tegenstander eigenlijk echt iets meedoet. Dit is een de zoom, dat betekent dat er een wedstrijdtafel aangeeft dat er iets gebeurt. En in deze is dat een time-out. We maken nu 3 of 4 of 5 turno's achter elkaar. Zou misschien een meter naar achter kunnen?
3, 4, 5 onnodige turnovers achter elkaar. Dan geef je zelf een moeilijke kans om in die wedstrijd te komen. We zien de opties, maar de passes zijn nog niet helemaal correct. Aan de overkant, we kijken naar de bal, maar we boksen niet uit. Ze hebben 4 of 5 tips achter elkaar, dat is ook niet nodig. Ja, zet je kont erin, werk je man naar achter, pak die bal en maak dan tempo naar de overkant. Come on, we're better than this. Come on. JRC mag de bal hier weer innemen. En je ziet dat Bladel nou iets meer druk uit gaat oefenen door op het hele veld te gaan verdedigen. Veel teams verdedigen pas vanaf het halve veld. Bladel gaat nu vanaf het hele veld verdedigen om de druk wat op te voeren. Kai Elis schiet hier een driepunter en die zit. Kai Elis is al jaren een betrouwbare speler bij het eerste van Boksel. Hij doet ook mee met het tweede van Boksel. Dus hij speelt eigenlijk in twee teams, maar het eerste team heeft altijd voorrang. En als hij tijd heeft, speelt hij ook met het tweede team mee. Hier pakt Kai een goede rebound. Freek kan ermee weggaan en lokt de fout uit. Freek is een van de snelste spelers uit de competitie. Ja, uit de hele competitie. We noemen hem vaak Freek op de brommer. Dat betekent dat als Freek de bal pakt en hij zet de stellet in, noemen we het Freek op de brommer. Dan gaat hij net zo snel als iemand op een brommer. En dan is hij vaak niet te stoppen. Nou, we hebben de eerste wissel gehad. Captain Teun Walloon die gaat zitten en Ian Rood komt erin. Ook een speler die onderin speelt, dus een center. Erg sterke speler. Na een jaar geblesseerd geweest zijn, is hij dit jaar weer erbij. Misschien goed om even te zeggen welk nummer hebben. Nummer 14. Nummer 14 is Ian. Mitchell mist hier. Bladel is weer aan de bal. We gaan nou een post opzoeken. Thomas, nee, wordt niet gevonden. Die gaat er net uit. En Floris de Jong zet nu rustig het spel op. Dit is echt een guardsrol wat hij nou op zich neemt. Dus het spel rustig opzetten. Hij noemt. Sorry? Nummer 4. 3 en steek 3. Dat betekent dat hij het. Alle teams spelen systemen. En die systemen hebben een naam. En dit systeem heet 3. Dus op het moment dat Floris 3 noemt, dan weet iedereen wat hij moet spelen. En dan volgt nou een mooie 3-punt eruit. Dus het spelletje wordt goed doorgespeeld. En het zijn ook 3 punten, hè? Deze zijn 3 punten. Ja, een 3-punter dan. Als je achter de lijn staat van de driepuntslijn, dan telt hij voor 3. Dit was een gevaarlijke actie, maar het mag door. Thomas ziet een 3-punter, die mist. En er wordt weer gewisseld. David, nummer 13, komt er nu in. Dit is een nieuwe speler bij JRC. Deze Spanjaard die in de Bos woont, is dit jaar bij de selectie van Boksel gekomen. En de andere Bossenaar, Jelle Jorisma, waar we het eerder over hadden, die is er vandaag dus niet bij. Helaas, want die is 2 meter 6. Dus die missen we wel onder de borden. Floris is hier weer aan de bal. Dit is weer een pick-and-roll, dus Kai zet de screen, die rolt naar de basket, krijgt de bal niet terug. Floris gaat zelf. Mooie actie, maar helaas zit hij niet. De snelle guard van Bladel gaat weer. Dit noemen ze een coast-to-coast actie. Dat betekent zelf de bal rebounden, helemaal naar de overkant dribbelen en scoren. Coast-to-coast. Ian Rood hier aan de bal, nummer 14. Hele sterke speler. Let op, zet iemand aan de kant, gaat omhoog. Nog een keer, pakt hem weer. Helaas scoort hij hier niet. Thomas wordt er opgezocht in de post. Haast uit. Oeh, dit is een fout. En dit zal 2 vrije worpen opleveren omdat het een doelpoging was. Ja, dus waar de spelers nou tegenaan staan, dat is de bucket, de emmer van het basketbalveld. Daar mag je nou niet inkomen. En op het moment dat de speler nou daar de bal loslaat, dan zul je zien, dan gaat iedereen de aanvaller uitboksen. Zo, om vervolgens de rebound te pakken, waar de score zit. Dus. En je ziet dat Bladel hier weer full court gaat pressen. Dat betekent dat ze op de bal druk gaan zetten om zo proberen turnovers te forceren. Maar hier speelt JRC op dit moment makkelijk onderuit. Erwin Reinaerts aan de bal. Erwin Reinaerts is een speler van de tweede. Die is bankspeler bij Heren 1. En door een aantal blessures bij Heren 1 kan Erwin wedstrijden meedoen. Dit is een fout. Dit is een persoonlijke fout van Kai. Dat was duidelijk te zien. Weer een vastbreek voor Bladel. Oh, makkelijke blok van Koen van der Meijden. Wordt afgefloten. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat zien we gelijk. Ja, de scheids ziet hier toch een persoonlijke fout in. Terwijl Koen op zijn positie staat met zijn handen omhoog. En de scheidsrechter zal nog wel uitleggen wat er dan fout is. Maar deze is makkelijk gegeven.
Dus dit noemen ze gratis punten. En intussen is het 14-12. Nog steeds in het voordeel van JRC. 14-13. En we hebben nog anderhalf minuut te spelen in het eerste kwart. Floris Jong dribbelt weer op. Speelt het spelletje 1. Gaan we kijken wat hieruit gaat komen. David aan de bal. Erwin aan de bal. Er wordt gekeken naar inside positie. Is er niet. Nog 10 seconden op de shot. Oh, turnover. Bladel zet rustig het spel op. Thomas drijft. Paast uit. Goeie aanval van Bladel. Open driepunter. En die wordt gemist. Thomas pakt de aanval van de rebound. Dus krijgen ze een nieuwe 14 seconden. Thomas zet dezelfde actie in. En scoort simpel. Wat betekent dat je RC nou met 1 punt achter staat. Erwin Reinaerts, ook een guard aan de bal, zet het spel op. Zo'n 10 seconden op de shotklok. David schiet zelf en mist heel de ring. En Bladen zal nou het spel uit gaan spelen, want er is nog maar 20 seconden te spelen. En op de shotklok staat 17. Dus 10 seconden. Oh, Thomas besluit toch te schieten. Waardoor JRC de laatste kans gaat krijgen. En dat is een slordigheid. JRC kan nou het eerste kwart uitspelen. En dat wil je altijd als tegenstander. Want heeft de tegenstander dus geen kans meer. Er wordt afgeteld. Floris schiet zelf. Oh, er wordt geen fout gemaakt. En dan is het tijd. Er zijn mensen die een leven lang met sport bezig zijn. Van jong tot oud. Wilde Nijs uit Bokstel, 70 jaar, is nog steeds actief. Wil, hoe is het zo begonnen allemaal? Ja, Fons, het is begonnen bij de pupillen, zoals veel carrières van sportmensen beginnen. En vooral in die tijd was er voetbal, was de 80% van de sporten die bedreven werd. En daarnaast waren er kleinere sporten. Sporthallen bestonden er bijna nog niet. Dus momenteel worden de jeugd in allerlei sporten worden ze gekend en kunnen ze kiezen. Maar toen, voetbal was mijn ding, uiteraard ook nog. Dus ik ben bij de pupillen begonnen. Ik heb vervolgens alle jeugdelftallen doorlopen bij ODC. Tot en met de A1. Met verschillende teams kampioen geworden. Ook met de A1 dat jaar. En zo is mijn jeugdcarrière eigenlijk begonnen bij ODC. Uit een sportfamilie? Of zei jouw moeder van ga maar tennissen? Nee, mijn vader en moeder waren niet echt, wat dat betreft, op sportief gebied actief. Mijn vader waren wel liefhebbers van sport, want ze gingen altijd bij ODC naar het eerste kijken. En ik ging als manneke van een jaar of 4, 5 al mee, zelfs naar uitwedstrijden met de bus. En mijn vader is daardoor ook nog een paar jaar secretaris geweest van ODC. En ook nog voorzitter van de supportersclub. Die regelde de bussen en zo, wat bij de uitwedstrijden. Dus ik zat al wel met mijn 4, 5 jaar op het ODC-terrein. Dus voetbal was wel met de paplepel ingegeven. Maar niet dat mijn vader en moeder actief sportten. Je carrière, je bent bij de politie geweest. Maar ook daar heb je gevoetbald. Ja, inderdaad. Ik heb tot en met de A1 en daarna nog bij PSV gespeeld. Toen ik daar bij PSV dus niet verder kon, toen ben ik werkelijk bij Philips. Toen ben ik een andere functie, zocht ik eigenlijk, want het was een kantoorbaan, dat was niet zo op mijn lijf geschreven. Ik wou iets actievers en toen ben ik bij de politie terechtgekomen, Rijkspolitie destijds. En de sport stond daar hoog in het vaandel en dat was ook wel een beetje mijn geluk achteraf. Want ik heb nog daardoor in verschillende vertegenwoordigingen de elftallen van de politie gespeeld. Zoals het Zuid-Nederlands politieelftal, het Nederlands politiezaalvoetbalteam. En ik heb ik toch een jaar of 7 heb ik daar een deel uit mogen maken. Dus dat was wel een hele leuke aanvulling en bij de politie waren er de faciliteiten voor. Dus het mocht in diensttijd, de reiskosten werden vergoed, dus het was ook een soort betaald voetbal. Van ODC naar PSV, daar bij de betaalde jeugd uiteindelijk. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ben je gescout of zo? Ja, dat heb ik ook altijd met me afgevraagd. Ik ben uiteraard wel gescout, maar het is een heel andere vorm van scouten als die we nu kennen. Er is iemand geweest van PSV, die heeft mij een paar keer zien spelen. Ik zat toen als jeugdspeler dikwijls bij het eerste elftal zondags als reserve op de bank. Mocht ook af en toe invallen. En toen hebben ze gezegd, oh, dat is een jong manneke, daar zit misschien wel talent in. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje, althans bij mijn thuis kwam een telefoontje binnen. Of ik eventueel interesse zou hebben om met een betaalde jeugdvoetbal van PSV te komen spelen.
Die betaalde jeugdvoetbal mocht je tot 19 jaar spelen. Dus dat was een jaar langer als je bij de amateurs mocht spelen. Dan moest je iets eerder naar de overstappen naar de senioren. En toen ben ik naartoe gegaan. En dat was heel, dat beviel hun goed en mij goed. En zodoende ben ik bij PSV, heb ik daar in de betaalde jeugdvoetbal. Een landelijke competitie was dat. Betaald was iets anders dan nu betalen? Ik ben er niet rijk van geworden. Het betaald, zeg ik altijd, was tussen haakjes. Er werden onkosten vergoed. Als je met een wedstrijd naar Amsterdam of naar Rotterdam moest gaan spelen, dan onderweg werd er gegeten en wat gedronken en dat werd allemaal geregeld. Maar het was hoofdzakelijk in de vorm van onkosten, reiskosten en wat onkostenvergoeding. Maar dat, was niet iets waar je dus zegt, daar kan ik iets wel leven. Een van de hoogtepunten was dat je tegen een van de beste voetballers ter wereld gespeeld hebt. Dat klopt inderdaad. Dat was ene Johan Cruijff. Bij iedereen denk ik wel bekend. Een wereldburger geworden naar de rand. Hij heeft de top bereikt, zowel in het voetbal, in de voetbalwereld. In de trainerswereld van het voetbal. En dat was een man waar iedereen tegenop keek. Ja, ik heb er tegen gespeeld. Toen wist ik ook niet dat hij Johan Cruijff was. Het enige wat er wel gebeurde, dat we met PSV met 5 of 6-0 verloren in Amsterdam, in de Meer. En dat hij alle doelpunten gemaakt had. Dus een paar maanden later kwamen we er wel achter dat ene Johan Cruijff, die toen kort daarop zijn debuut maakte bij Ajax, dat de man was die ons de das om had gedaan. Was het jouw directe tegenstander? In feite wel, ja. Ik speelde op het middenveld in de betaalde jeugd van PSV en hij liep net achter de spits te voetballen. En hij was zo snel en zo handig en niet te houden. Het was, ze zeggen wel eens, net een hinde. Hij sprong overal overheen. Hij was voor één man niet te houden, voor mij zeker niet. Dus we hebben na de rust nog een man meer op hem gezet, maar ook dat hielp niet. Dus hij bleef maar zijn doelpunten maken. En ik had al heel vlug, toen was er nog geen gele kaart, dan kreeg je een officiële waarschuwing. Die had ik al vlug te pakken, want ik denk, ik zal hem toch proberen op een andere manier uit te schakelen. Dus dat moet niet, dus ik dacht, dat doe ik ook maar niet doen, want anders zit ik dadelijk in de kleedlokaal voor de wedstrijd afgelopen is. Maar hij was van boven natuurlijke klasse, dat was toen al duidelijk te zien. Maar je hebt hem neergehaald, begrijp ik dus niet. Laat zo zeggen, geprobeerd. Want op het moment dat ik mijn sliding inzette, schoof hij de bal een eindje voor zich uit, sprong over mij heen en was alweer weg. Dus die man was gewoon niet, voor een normale voetballer niet te houden. Het verschil per niveau, dus je hebt in principe altijd twee scheidsrechters, wat je ook zegt, dat is nodig. In je eentje zie je gewoon de helft niet. Op dit niveau spelen we met scheidsrechters vanuit MBB, dus dit zijn echt mensen die cursussen, diploma's hebben. En hoe lager je gaat spelen, hoe minder kwaliteit scheidsrechters je als het ware hebt. En op het laagste niveau fluit je je eigen competitie, dus je eigen wedstrijden. Op landelijk niveau in Nederland, dus de Eredivisie, hebben ze 3 scheidsrechters. Dat is hetzelfde als Europees en als in de NBA, dus dan fluiten 3 scheidsrechters. Dat is niet altijd zo geweest. Eigenlijk was het eerst altijd 2 scheidsrechters, maar sinds een aantal jaar fluiten ze met 3 scheidsrechters. De ESC mag nu de bal innemen vanaf de baseline. De baseline is de achterlijn. Bal wordt ingenomen naar Freek. Koen wordt gevonden in de post. Kijken of hij zijn eigen actie in gaat zetten. Koen kan heel makkelijk scoren. Kijk hier een eigen actie. Schot. En een hele mooie score. Dit is waar Koen heel goed in is. Bal krijgen in de post, iedereen wegsturen en rustig 1-1 gaan. Zijn lengte mee en zijn gewicht. Hè? Want als je zwaar bent en je bent dicht bij de ring, dan kun je makkelijk je tegenstander achter je houden natuurlijk. Mitchell aan de bal in de fast break. Paast de bal af, drijft, gaat omhoog. En een mooie score van Mitchell Hendricks. En JRC staat weer voor met 1 punt. Nummer 6 van ons, van JRC. Zeer waarschijnlijk is hij de tweede helft van het seizoen er niet bij, omdat hij een wereldreis gaat maken. 3 punten van Blado. Koen pakt een goede, sterke rebound. En Mitchell is weer aan de bal. Mitchell bepaalt op dit moment het spel van JRC. Kijk, dit is slordig. Oh, Corné Lins is net in het veld komen met nummer 7. Is ook een speler van het tweede team van Boksel. Mag meedoen omdat er blessures zijn bij het Heren 1. En kan nu zijn eerste minuten maken. Verdedigt hier. Corné is een van de bepalende spelers van het tweede team. En vandaar dat hij ook bij het eerste team aan mag sluiten. Oh, hier
Hier krijgt Ian Rood zijn tweede persoonlijke fout. En je ziet omdat Ian zo sterk is en mensen vallen van hem af, krijgt hij makkelijk de fouten. Waar hij zelf denkt dat hij toch stilstaat, ziet de scheidsrechter het anders op het voetbal. Je ziet, als we het toch over voor de NBA hebben, je ziet een NBA-speler van 5'36 die nog steeds goed meedraaien. Ja, 3 punten van Bladel. Dat betekent dat de score gelijk komt. Corné Linssen aan de bal, zet de drive in, pas naar Mitchell. Mitchell gaat weer. Corné voor een 3-punter, is zijn specialiteit. En die scoort hij! Ja! Teuzen, signature move zoals ze het noemen, is de bal krijgen met de rug naar de ring. Een paar keer goed beuken en dan van de ring afvallen en schieten. Want ondanks dat hij klein is voor zijn positie, scoort hij toch makkelijk tegen grotere mannen. Teun is overigens mijn broer. Loopovertreding van Bladel, dus JRC krijgt de bal. JRC leidt met 25-21. Freek Klerks aan de bal, zet het spel op. Paast de bal naar Floris. Floris gaat weer zoeken naar inside. Zoekt Teun weer op. Teun kan ook vanaf afstand heel goed scoren. Floris ook. En die mist helaas. En hier is de snelle guard van Bladel. Als die... hele mooie actie. Maar helaas wordt hij gemist. Hele mooie actie. Hij wilde ook de fout. Mitchell aan de bal. Gaat Teun zoeken. De post. Teun moet tot een screenen. Mitchell zet zelf de actie door. Krijgt geen fout. De scheidsrechter laat nou veel doorspelen. De scheidsrechter laat veel doorspelen. Geeft hier ook aan van... Jongens, niet zeuren. Mag aan allebei de kanten. Floris leidt even het spel hier. Te zeggen dat iedereen zijn eigen man dadelijk moet verdedigen. Niet dat ik in de verdediging in één keer iemand vrij staat. Want als er gewisseld wordt, dan moet je dus weer iemand anders gaan verdedigen. Bij basketbal is het vaak man-to-man verdedigen. Dus je moet je eigen man van scoren zien af te houden. Rebound van Corné. JRC speelt nu, zoals ze dat noemen, small ball. Dus ze spelen met eigenlijk alleen maar kleine spelers. En dan hebben ze Teun als enige inside speler in het veld staan. Weer een 3-punten van Floris. Ja. Floris Jong, zijn specialiteit is ook 3-punten schieten. En de ene wedstrijd gaat dat beter dan de andere. Vandaag valde ze goed. Dit is ook een schutter van Bladel. Spelen we al jaren tegen. 30-30. Kai Elis heeft de bal in de post. Pas uit naar Mitchell. Mitchell voor 3. En Mitchell scoort ook weer. Dit is een mooie fase in de wedstrijd waarin veel gescoord wordt. En dat is natuurlijk veel aantrekkelijker om te zien voor die 30 mensen die toch zijn komen kijken. Het is niet leuk om naar een wedstrijd te kijken waar bijna niet gescoord was. Nogmaals, dit is niet de top van de competitie. Dit is denk ik... Dat betekent dus dat door de kosten je niet gaat promoveren. Ja, het ik wou zeggen het nadeel, maar dat was natuurlijk leuk. Want dames 1 werd toen ook kampioen. Dus we werden met 2 vlaggenteams werden we tegelijkertijd kampioen op hetzelfde niveau. Dat betekent dat als je dan 2 teams zou laten promoveren, dan kost het natuurlijk een hele bots met geld in één keer. En dat zei de club, ja, dat gaat gewoon niet lukken als boxersclub. Waar zit dat dan in? Dat het dan meer kost, deze competitie, ten opzichte van een competitie hoger? Je zit dan met scheidsrechters, want je speelt een niveau hoger. Dus de scheidsrechters zijn er dan met ook een niveau hoger. Dus dat kost extra geld. Moet je op centercourt spelen, dat betekent dat je op het hele veld moet spelen. Mag je niet op 1/3, dus dan moet je de hele zaal gebruiken voor een wedstrijd. Dus de zaal wordt ook. Coaches die op dat niveau coachen moeten een ander diploma hebben, dus die betaal je meer geld. En de MBB-kosten zijn simpelweg duurder, dus dat kost ook meer geld. Nou, we staan hier bij mevrouw Verloon. Ja, de naam Verloon is wel een hele bekende naam. Ik zit bij het commentaar naast een Verloon, Jaap. En in de wedstrijd zit ook een Verloon. En hoe heet die ook weer? Ja, dat is Steun. En hoe is het nou om als ouder bij zo'n wedstrijd te zijn waar je eigen kinderen spelen? En dan ook in hetzelfde team?
Dat is heel leuk om te zien. Ik ben heel trots, maar ik kijk wel naar het totale team. Ik vind het leuk als mijn kinderen presteren, maar ik vind het leuk dat het hele team als team speelt. Hoe zijn ze eigenlijk begonnen met het basketbal? Ja, het begon dat een familielid met een basket bij ons kwam en die werd opgehangen. En vanaf toen is er bij ons altijd gebasketbald. Alle jongens die gingen aan het gooien en de vrienden kwamen en er werd gesport. En hoe is dat dan voor ouders? Heel erg goed om te zien dat ze zich ontwikkelen lichamelijk en in een vereniging ontwikkelen. Dat ze veel voor een vereniging over hebben. Dat ze sportmentaliteit ontwikkelen. Dat is heel leuk om te zien. Ben je bij veel wedstrijden aanwezig? Dit jaar heb ik jammer genoeg mijn enkele wedstrijden moeten laten gaan. Er zijn seizoenen geweest dat ik alle wedstrijden heb gezien. En hoe vinden kinderen dat? Ja, het is altijd, mam, ben je er morgen? Ze vinden het wel fijn dus? Leuk, ja, dat vinden ze leuk, ja. En, maar ze zijn al op een bepaalde leeftijd en toch ga je nog steeds mee? Ik ga nu zelfstandig hoor, ze gaan allemaal zelfstandig. Maar vroeger zat de auto vol, we gingen met z'n allen naar het sporten. Maar ik blijf het mooi vinden om naar te kijken, ja zeker. Ja. Succes met het team en heel veel plezier. Ja, dankjewel. Hoe gaat voor jou deze wedstrijd? Want ik zie toch nog wel wat probleempjes bij het scorebord. Althans bij de... Ja, dat klopt. Als ik kijk naar hoe de tafel bezet is, dan verwacht je bij zo'n wedstrijd dat daar wat meer ervaren mensen zitten. Ik begrijp dat het op dit moment heel erg moeilijk is, omdat andere teams op dit moment ook een uitwedstrijd hebben. Dus dan is dat heel moeilijk organiseren. Gelukkig is er iemand bijgekomen die daar nu de steun geeft en die mensen begeleidt. En sindsdien gaat het gelukkig ook een stuk beter. En nou, dat heeft ook zijn weerslag op het spel en op hoe wij kunnen fluiten. Dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. En als ik naar de wedstrijd zelf kijk, dan denk ik, ja, het is een behoorlijk fysieke wedstrijd. Dus je moet er als scheidsrechter zo goed bij zijn. Maar het is een hele sportieve wedstrijd met heel veel respect voor elkaar. Onderling, maar ook naar de tafel en naar de scheidsrechters toe. Dus ik vind het een hele prettige wedstrijd op dit moment. Is het voor jou ook daarmee een redelijk makkelijke wedstrijd? Nee. Het is te behoorlijk aanpezen. En ik zeg al, je moet er goed bij blijven, want er gebeurt heel veel. Maar we hebben wel het geluk dat ze inderdaad respect hebben voor elkaar. Ze kennen elkaar ook en ze laten elkaar basketballen. Ja, en dat is prettig, want dan kunnen wij daar ook op die manier tegenaan fluiten. Zijn dit nou mensen, teams die jij zelf vaker scheidsrechtert? Dit is denk ik nu de vierde wedstrijd die ik op dit niveau fluit. Vandaar dat ik ook een scheidsrechter bij me heb die veel ervarener is. En die mij daar ook weer in begeleidt. En zo probeer ik ook op een hoger niveau te komen. Dus, Heel veel succes. Dankjewel. Maar de overstap van PSV naar de betaalde profs, naar het eerste, die is nooit gekomen. Nee, dat zat er helaas niet in. Daar was ik dan toch net niet goed genoeg voor, kennelijk. Aan het einde van het seizoen dan werd het dus bekendgemaakt welke spelers dat van dat jeugdteam dus in aanmerking kwamen voor een contract. En je had toen een A, B en C contract. En een A-contract, dan was je buiten gewoon goed, dan had je kans op het eerste. Een B-contract, dan kwam je in tweede terecht. En een C-contract, dan bleef je er een beetje tussenin hangen. En dat was, ja, dat was ook financieel niet aantrekkelijk. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik kon een C-contract krijgen. Ik zeg, nou, dan kan ik net zo goed teruggaan naar de amateurs, want dat is denk ik beter voor me. En ook gezien mijn werkzaamheden die ik toen bij de politie ging doen, ben ik weer teruggegaan. Maar waar lag het dan aan? Wat waren jouw tekortkomingen, behalve dat je spelers neerhaalt? Nou, ik was een technische voetballer. En dat is momenteel, je moet over zoveel facetten beschikken. Dus ik was geen bikkelaar, nooit geweest en nog niet. En je moet daar toch wel een beetje over je hebben in bepaalde functies. En ik had mijn techniek, mijn snelheid ging wel. Ik was niet de snelste, maar ik kon best aardig mee. Maar dus op bepaalde dingen kwam ik tekort, vond men. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dus vandaar dat ik dus niet in aanvang kwam voor een A-contract. En dan maar terug naar Odyssee. Ja, dat vond ik wel het beste. En er was ook niet zoveel opties natuurlijk om ergens anders tegenwoordig gaan ze kijken. Bij een Helmond Sport, een FC Den Bosch, een RKC en zo. Maar dat was toen eigenlijk niet in beeld. Dus dan ga je weer terug naar de roots, zoals genoemd. In het eerste? In het begin in het eerste jaar en toen nog een jaar in het tweede. En zo successievelijk ben ik ook doordat ik bij de politie werkte en ik minder tijd had om te trainen, ben ik wat lager gaan voetballen. En tot aan de veteranen toe heb ik alle elftallen doorlopen bij Odyssee. Ja, want dan ga je naar de veteranen en daar kennen wij elkaar nog van, want daar hebben we samen nog gespeeld.
Wilde Nijs ken ik als een rustige, kalme voetballer bij de veteranen. Is dat het geheim om het zo lang vol te houden, om rustig te blijven? Rustig, in, ja, ik kan wel eens opvlierig worden, maar dan ben ik bepaalde beslissingen misschien niet eens in het veld. Maar, of spelers die verkeerde dingen doen. Maar over het algemeen wel rustig. Maar dat je zo lang volhoudt, heeft ook te maken met een factor geluk. Dat je lichaam het goed aan kan. Nou ben ik wel iemand die niet alleen voetbalt, maar ook veel badminton, hardloop. Dus ik ben wel heel veel bezig met sport. Dus je lichaam goed onderhouden. En geluk hebben dat je niet een ernstige blessure krijgt. Dat is wel dat de drijfveer is om verder te komen. Zonder krukken, zomaar bij de veteranen met 70 jaar. Hoe kan dat dan? Ja, ze zeggen wel eens ooit van, als ik zeg van, als ze vragen hoe oud ben je, toen was ik dan, nou ben ik 70 geworden, hè, dus was ik 69. Zei, en voetbal jij nou bij de veteranen? Ja, ik zeg, voetbal nou bij de veteranen. En dan zegt, maar ik zeg, maar zo gauw ze zeggen van, nou geef hem maar geen bal meer, want dan wordt het niks meer. Dan hou ik er mee op. Maar als ik dat, de jongens zeggen allemaal, nee joh, die moet er niet mee ophouden, je kunt er makkelijk mee doen. Dus zolang als dat nog het geval is, dan blijf ik dat nog wel doen. Ik heb nu inderdaad last van een hernia. Maar dat hoop ik over een paar weken weer vanaf te zijn. En dan pak ik weer de draad gewoon op en dan ga ik weer meedoen. Je zei dat tegen mij in februari, ga ik weer voetballen. Dat is wel mijn streven in ieder geval, ja. Zowel voetballen als badminton. En een beetje hardlopen erbij. Dus gewoon de oude draad weer oppakken zoals die. Maar je gaat ook nog elke week badmintonnen? Twee keer in de week ga ik badmintonnen. Eén keer dinsdagsmorgens en de andere dinsdagsavonds. Dat is een club waar vooral de mannen die boven de 60 zijn actief zijn. En wat dames die dan wel wat jonger zijn, wat huisvrouwen. Maar dat is een hele leuke club, wordt actief en fanatiek gebadmintond. En dat spreekt me wel aan. En het spelletje ligt me ook wel, moet ik zeggen. Er zijn weinig wedstrijden die ik verliezend afsluit. Maar dat is niet alleen de drijfveer. Daarna is het ook nog altijd heel gezellig. Onderling een kopje koffie drinken in het restaurant van de Brage. Ja. Heb je eigenlijk veel last van blessures gehad? Want dit is nieuw voetballen, denk ik. Maar heb je er veel last van gehad? Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet blessuregevoelig, want ik heb heel mijn leven nog nooit een zwartel aan gehad. Het enige wat met me overkomen is dat ik een keer mijn sleutelbeen heb gebroken. Maar ja, dat is geen blessure, dat is een ongevalletje met voetballen, dat je verkeerd terechtkomt. Toen ben ik er een week of 6 uit geweest, maar anders eigenlijk mijn hele carrière heb ik bijna nooit geen last van blessures gehad. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zeg van nou lig ik er een maand of anderhalf, twee uit. Dus ik hoop dat weer in ieder geval spoedig ten einde is. Nou, start tweede helft. JRC staat 2 punten voor, 35-33. En nou hebben ze dus ook gewisseld van basket, dus je valt nog aan op de andere basket. Dus dan kunnen we JRC mooi dichtbij zien. Floris aan de bal. Paas naar Kai. Floris de Jong. Maakt zijn acties. En naar de ring. Mist. Frik Klerks pakt de aanval op de rebound. Mitchell, Kai. Kai schiet voor 3. En Thomas van Bladel pakt de rebound. Je bent ook speler van dit team, hè? En nu geblesseerd. Ik heb net even jouw moeder gesproken. Hoe is dat voor jou dat die altijd meegaat of vaak meegaat? Vroeger natuurlijk vaker dan nu. Onze moeder is net zo fanatiek als mijzelf, dus ik heb vroeger, oh mooi score van Teun. Ik heb vroeger landelijk gespeeld, dus in Eindhoven heb ik gespeeld en in Weert. Dan moest ik heel Nederland door, Groningen, Amsterdam, overal naartoe. En ik ging altijd mee, overal meekijken. Dus ja, dat maakt het wel mogelijk dat je op zo'n hoog niveau kan spelen, want als je ouders je niet steunen, want het is natuurlijk financieel ook gewoon ook nodig. Dan krijg je die kans niet. En die kans heb ik wel gekregen. Dus veel van geleerd en heel leuk. Goede ervaring. Maar hoe is het om dan met je moeder steeds te spelen? Althans, je moeder die dan steeds meegaat. Ja, dat is goed. Dat laat je misschien net iets harder lopen omdat je weet dat je moeder zit te kijken. Is ze dan ook vaak kritisch naar jou of naar je broer? Nee, want ze heeft er geen verstand van. Nee, dat is klets. Maar af en toe moet ze misschien wel kritisch zijn, zegt ze, dan heb je een slechte wedstrijd gehad en dan zegt ze nog dat ik goed gespeeld heb.
Dus je kunt wat dat betreft beter naar de coach luisteren als naar je moeder. Maar als het voor je vertrouwen is, kun je beter naar je moeder luisteren. Ik had in Eindhoven een Amerikaanse coach, Kendall Mac, en die zei altijd, don't listen to your mommies and daddies, because they love you. Hij zei, luister maar naar mij, want ik hou niet van je, ik zeg je de waarheid. Dus dat is me toen wel altijd bijgebleven. Dit is een belangrijke 3 punten voor Blado. Dus nu staat JRC nog maar 3 punten voor. Oh, kijk. Dit noemen ze nou Freek op de brommer. Hij zet hem in de versnelling. Hij rent iedereen voorbij en scoort. En krijgt ook nog eens de bonusvrijworp. We zijn nog steeds iets te veel aan het dribbelen. Ja, probeer toch sneller te openen. Sneller te openen. En kijk dan of je bij de inside kan komen. Ja, je krijgt net hier de bal op de zijkant. Hij staat gewoon goed op te posten. Ja, geef maar gewoon een goede push bounce pass. Hij heeft nu een paar keer achter elkaar geschoten. Blijf hem maar geven. Ik hou hem ook goed. Blijf hem. Ja? Oké. Okay. Zometeen. Hey, na je score, na je vrije woord. Zet maar even 11 in. Ja. Ja, als hij zit. Als hij zit. Ja. Ja? Jij voor. 11. Jij voor. Ja? Jij erachter. Corné. Ja? Hier in achter. Ja, val terug in je 2-3. Hè? Ja. Zoals we gisteren besproken hebben. Kom boys. Ja? Kick. S! Bonus vrije worp voor Freek, dus hij mag nou maar 1 vrije worp schieten. De score zat. Dan mist hij. Dus blijft het verschil 5 punten voor JRC. Vliegt er nou uit. Thomas krijgt de bal laag. Oh, dit is een mooie aanval. Dit is een mooie aanval. Snel. De mooiste aanval zijn als er kort balcontact is en snel rondpassen. Meestal doen de grootste mensen meer rebounden. Maar net omdat ze een verdediging tactisch spel gaan spelen daarna, moeten de grote mannen achterin staan. Dus dan gaan ze vast achterin staan, zodat de kleine mannen vooruit in het veld staan om te gaan verdedigen. Zeg. Dus dat is tactisch. Want normaal staan de grootste mensen gewoon mee te rebounden. Ja, die hebben natuurlijk de meeste kans om die rebound te pakken. Dit is wel een fase in de wedstrijd waarin je de wedstrijd kan winnen. Want als JRC nou uit kan lopen naar een puntje of 12, 14, dan is het voor Bladen moeilijk om in het vierde kwart al die punten nog goed te maken. Maar van de andere kant, als Bladen nou nog een paar punten in kan lopen, dan ligt heel de wedstrijd weer open. Dus als JRC nu nog sterk minuten neerzet, nog een sterk anderhalf minuut. Dus als ze zeg maar nog maar 2 keer scoren en Bladen 2 keer niet, dan hebben ze een goed voordeel in het vierde kwart. Ik zag dat iemand zijn vinger opstak, maar dat ging toch gebeurd niet. Waar was dat voor? Ja, dan laat hij aan de tafel zien van klopt, dat was mijn fout. Dan kunnen ze zijn nummer opschrijven. Maar de scheidsrechter geeft het toch altijd aan. Maar dat is eigenlijk een sportief gebaar van ze hebben gelijk. De scheidsrechter heeft goed gefloten. Het is mijn fout. Goed gedaan. Er is nog 14 seconden te gaan. Dus JRC moet nu de aanval uitspelen, zodat Blader geen kans meer krijgt. Het is nog 8 seconden te gaan. Gaat JRC... Oh, kijk. JRC krijgt nu de fout. Of Blader krijgt de fout, dus dan kan JRC nog 2 vrije worpen nemen. Maar dat betekent dat Blader nog 6 seconden heeft dadelijk om een aanval te maken. En Freek heeft net 2 vrije worpen. Ja. En op zich is de fout niet heel, heel slecht, want Freek heeft net 2 vrije worpen gemist, maar hij raakt hem nou wel, dus ik ben benieuwd of Blader nog binnen 6 seconden naar de bal kan scoren. En het lukt ze niet. Oh, de scheids fluit. Nou, de scheids fluit, maar hij wilde eigenlijk niet fluiten, dus dit is een slordigheidsfoutje. Kun je als scheids niet veel aan doen, maar ik ben benieuwd hoe ze nou oplossen. Oh, JRC krijgt de bal. En de tijd is afgelopen, maar de zoomer is nog niet gegaan. Dus
dan is er nog een beetje tijd over. Dat is nou een beetje onduidelijkheid, maar er zal misschien nog 1/10 van de seconde over zijn, maar dat kunnen we niet zien. Oh, ze krijgen tijd. Ze krijgen 4 seconden. Dit snap ik niet helemaal wat hier gebeurt. Maar het is een goede kans voor JRC om er nog eentje in te gooien. Teun dribbelt hem uit. Raar einde. Raar einde van derde kwart. Nou ben je nog op een ander gebied actief, in het voetballen ook weer. Je bent scout van PSV. Vertel eens, scout van PSV, wat doe je dan? Hoe gaat dat? Ik ben scout bij PSV sinds ongeveer 6 jaar zal het nu zijn. Toen ik met pensioen ging, toen kwam ik bij de Braken met veel wedmeton. En toen zei Martin Pennings, die al reeds bij PSV actief is als jeugdscout. Hij zegt, ik heb iets leuks voor je, denk ik, want iets waarop jou naar... is, we zoeken een jeugdscout voor de regio Sertogenbosch. Hij zegt, dan met jouw achtergrond, voetbalachtergrond, denk ik dat jij daar wel geschikt voor bent. Hij zegt, ga eens een keer met mij mee. Als je het iets vindt, dan hoor ik het wel. Zo gezegd, zo gedaan. En ik ben daar met hem meegegaan. En dus toen zeg ik, nou, het lijkt me wel heel leuk. En toen ben ik zelfstandig, dan ga je alleen op pad, ben ik verder gegaan. Dus ik heb nu de regio Sertogenbosch, dat zijn alle amateurclubs in Sertogenbosch zelf. En aanliggende gemeentes zoals Berlikum, Schijndel, Den Dungen, Rosmalen, Vlijmen, waar ik ook de amateurclubs bezoek. Dus dat zijn in totaal ongeveer 16 à 17 amateurverenigingen waar ik dan wekelijks bij een van die verenigingen ga kijken naar de jeugd. En dat is in de categorie hoofdzakelijk tussen de 8 en 13 jaar. Om daar talenten tussen zitten die in bij PSV in aanmerking kunnen komen voor in de opleiding te starten. Nou kunnen kinderen bij PSV niet zomaar lid worden. Dan moet je gescout worden om lid te kunnen worden. Waar kijk je dan eigenlijk naar? Dat klopt inderdaad. Je kunt bij PSV niet binnenlopen en zeggen, ik ben Jantje en ik wil hier komen voetballen. Het zijn allemaal jongens die wel voetballen, zijn allemaal gescout. En om welke leeftijdscategorie ze ook zitten, of ze met de 8 jaar binnenkomen of met de 19, ze zijn allemaal gescout. Waar je naar kijkt, dat zijn de geëikte punten. Techniek, dus overzicht, gedrevenheid, spelinzicht. Dat zijn essentiële dingen die je nodig hebt om als betaald voetballer te kunnen slagen. Gedrevenheid met name, winnaarsmentaliteit moet je hebben. Je moet snelheid hebben. Als je van die dingen iets tekort komt, dan red je het bijna al niet meer. Dus je moet dus veelzijdig zijn en ook nog heel gedreven en fanatiek om de top te willen bereiken. Maar van al die kinderen die jij scout, en er zijn er natuurlijk nogal wat, jij en al jouw collega's, daar zijn er eigenlijk maar heel weinig die daarvan doorkomen. Dat klopt. Dus de top is in elke sport, of het nou wielrennen is of atletiek en voetbal. Er zijn maar een bepaald aantal mensen die er echt bovenuit blijven steken en die de top kunnen halen. Er zijn nog wel mensen die net in de subtop terechtkomen, die dan bij PSV afvallen en die komen dan bij een Helmond Sport en bij een FC Den Bosch en noem maar wat mindere ploegen die in de Jupiler League voetballen. Die kunnen daar nog wel aan de gang. Maar echt bij PSV in het eerste komen vanuit de geschouting van 8, 7 jaar. Er zijn mensen die redden het. Dus zoals dit jaar, die Jorrit Hendricks noem ik dan maar. Die is ook met zijn 7 jaar bij PSV binnengekomen. Heeft heel de opleiding doorlopen. En is nou basisspeler van het eerste elftal. Dus er zijn inderdaad, je moet er heel veel voor doen. Je moet er heel veel voor over hebben. En je moet ouders hebben die er ook achter staan. Want dat is ook een behoorlijke impact voor de ouders. Als je een jongen hebt die op hoog niveau speelt, waar je er allemaal veel moet doen. Maar er zijn ook ouders die jou benaderen en komen vertellen hoe goed hun kinderen zijn. Die zijn er inderdaad. En we hebben wel eens van die dagen dat met toernooien, dan loop je daar op het veld. En dan komen er heel veel ouders van, heb je ons Jantje of ons Pietje al gescout? En dan meestal wel met een lach. Maar dan zijn inderdaad ouders die dat kind een beetje aanbevelen. Maar ja, dan moet je een beetje doorheen kijken en een lolletje van maken. Want de echte goeie komen bovendrijven. En als die dus in beeld zijn, daarna komt pas contact met de ouders. Nou worden die kinderen gescout. Je zegt al, ze moeten er veel voor over hebben. Je ouders moeten er heel veel voor over hebben, want die moeten met hun naar Eindhoven op en neer. Ik weet niet hoeveel keer per week. Teleurstellingen zijn er heel, heel erg veel.
Dat klopt inderdaad. En dat, ik neem dikwijls ook nog contact op met de ouders waarvan een kind dus afgevallen is na een aantal proeftrainingen. Want we beginnen met proeftraining. Dat is zondagsmorgens altijd op de hertgang. Dan worden de kinderen die geschouwd zijn door alle schouws, mij en ik heb nog ruim 30 collega's in het land. Dan komen de kinderen bij elkaar en dan komen er een 30, 40 kinderen. Dan wordt gevoetbald. En die mag er 4 of 5 keer komen en daarna wordt een beslissing genomen welke kinderen gaan door. En dan heb je inderdaad mensen die afvallen. Dat is een teleurstelling voor een kind. Dan wordt er, moet ik zeggen, bij PSV goed mee omgegaan. De ouders worden er goed in gekend. Met het kind wordt er gesproken. En dus is er dan de afloop toch dikwijls wel een handshake. En we blijven de kinderen wel volgen in de toekomst. Want wat er nu niet is, kan over 1 jaar, 2 jaar weer anders zijn. Maar op dat moment vallen ze af en dat is een teleurstelling. En dan moeten ze, zowel de ouders als het kind, wel mee omgaan. Maar er moet ook goed op geanticipeerd worden. Wordt hun schoolcarrière meegenomen? Zijn ze bij PSV ook heel goed mee bezig. Er is zelfs een plan dat op de hertgang een school komt. Maar dan wel in de kader van het voortgezet onderwijs, na de lagere school. Want we willen de kinderen niet met 8, 9 jaar uit de thuissituatie wegrukken. En ook niet van de situatie op de school met de kinderen. Dus die kinderen, als die bij PSV eenmaal zitten, dat ze dus aangenomen zijn, dan worden ze ook met een busje opgehaald en thuisgebracht. Zodat ze weer om 6 uur bij het eten kunnen zitten. En dat ze gewoon de eigen school, de lagere school, kunnen doorlopen waar ze zijn. Wil, hoe lang ga je nog door? Ja, dat is een moeilijke vraag. Zowel met je sportieve, actieve carrière als met dit? Ja. Nou, met mijn actieve carrière, daar zal natuurlijk een keer een eind aan komen. Het ene kun je wel langer doen dan het andere. Badminton lijkt me dat ik nog wel langer vol kan houden als het voetbal. Maar ik had voor mezelf het idee van toch nog wel 1 jaar, 2 jaar door te gaan met het actief voetballen. Afhankelijk dus van de lichamelijke omstandigheden. Maar badminton, op het moment hebben we leden van 74 jaar erbij zitten en die gaan ook nog goed mee. Dus daar heb ik zelf het idee dat nog wel zal lukken. Met schouten is het wat makkelijker natuurlijk. Dan sta je langs de kant van de lijn, dan hoef je zelf niet mee te rennen. Dus dan wou ik toch zeker nog wel 1 jaar of 4, 5 mee doorgaan. Okay. Dan het laatste, en we kunnen er niet buiten in deze tijd, kunstgras. Daar heeft een ervaren rot ook een mening over. Ja, het is een groot voordeel. Je kunt altijd voetballen, altijd trainen. En daar is het ideaal voor. Maar voor wedstrijden, en zeker voor wedstrijden op hoog niveau, zoals betaald voetbal, vind ik dat dat verplicht moet zijn op gewoon natuurgras. Je krijgt ook een soort competitievervalsing van ploegen die altijd op kunstgras spelen. En ploegen die dus gewend zijn om op gewoon gras te spelen, vind ik een beetje competitievervalsing. Dat die ploegen toch een achterstand oplopen ten opzichte van ploegen die op gewoon gras spelen. Als ik zelf moet kiezen, en dan kies ik ook voor gewoon gras. Maar gezien de weersomstandigheden is kunstgras ook wel eens prettig. Want je kunt altijd voetballen en dat is een groot voordeel natuurlijk. Maar het heeft niet mijn voorkeur, kunstgras. Ik zou eigenlijk nog willen, maar we hebben dat niet voorbereid, dat je nog een hele leuke anekdote zou vertellen uit je loopbaan. Een leuke anekdote uit de loopbaan, ja. Dan moet ik eventjes terug in de tijd. Ja, we zijn wel, dat was ook nog in mijn PSV-periode, werden ook wel veel dolletjes gemaakt natuurlijk met de jongens onder elkaar, dat we ooit iemand zijn voetbalschoenen dus verstopt hadden of weggemaakt hadden dat ze weg waren. En dat hij dus in de kleedkamer zat en iedereen stond klaar het veld op te gaan. En hij was maar allemaal aan het zoeken naar zijn schoenen. Dus iedereen wist waar zijn schoenen lagen, maar hij natuurlijk niet. Dus toen stonden we op het veld en toen zei de trainer, waar blijft Henk nou toch? Hij zegt, ja, die zit nog in de kleedkamer, die moest nog poepen. En toen die trainer rende weer terug naar de kleedkamer, want Henk die stond opgesteld, die moest meedoen. Dus wij allemaal grinniken en lachen. En toen hebben we tegen de trainer gezegd, zeg maar tegen Henk, als je iets zoekt, dat hij daar en daar moet kijken. Was er dus waar die schoenen uiteraard lagen. Dus die kwam binnen in de kleedkamer, die rende naar die toilet toe, maar er zat niemand op. Alleen Henk die stond nog ergens in een hoek of kant een beetje te prullerig te kijken. Toen zei de trainer, Henk, joh, ben je klaar met poepen? Toen zei Henk, nee, ik ben mijn voetbalschoenen kwijt. Dus op een gegeven moment zei de trainer, van, nou, die jongens hebben net gezegd dat je in die hoek moet zoeken. Dus hij vond zijn schoenen weer terug en er was een beetje dus wel hilariteit onderling. Je hebt er nog steeds lol in. Wij wensen jou beterschap met de hernia. Wij hopen dat je inderdaad in februari weer op veld staat. En heel veel plezier nog in jouw sportcarrière. Oké, hartelijk bedankt Fons. En we gaan gewoon door zolang als we kunnen. Nou, 4e kwart is begonnen. Bladeren aan de bal. En JRC staat 5 punten voor.
Dus het beslissende vierde kwart gaat nou beginnen. Floris aan de bal. Stuurt Erwin weg. Ian aan de bal. Hier zet de actie in. En weet niet te scoren. Jammer. Wie deze fase goed doorkomt, die kan wel eens de winnaar worden. Dit is een makkelijke score. En dat betekent dat Blado nu voor staat. En je ziet ook dat Blado daar blij mee is. Blado staat nu 1 punt voor. Nou, JRC staat 1 punt achter. Dus het zou mooi zijn als nou deze drie punten erin vallen. Ja! Dit is een hele belangrijke. Het is geen mooie drie punten, want hij raakt de ring, het bord en de ring nog eens een keer. Maar goed, hij telt voor drie. Ik zag dat je bij het inspelen gewoon meedeed. Je bent nog gewoon op dit moment, ondanks dat je geblesseerd bent, nog steeds iemand die vol in het team meedraait. Ja, ja, alles wat kan dat wel. En ik mag niet full contact spelen, zeg maar. Dus alles wat non-contact kan, doe ik graag mee. Dus ook het inlopen inderdaad. En dan voel je je eigenlijk ook meer betrokken bij het team. En een beetje beweging. JRC nog twee punten voor door de drie punten van Teun in de vorige aanval. Nu moeten ze snel gaan schieten. Dit is te laat. Dus nu is de bal voor Bladel. De jumpbal balbezit. Er wordt steeds afgewisseld. Dat is vroeger was het anders. Vroeger was bij elke jumpbal werd er opnieuw gesprongen. Om meer tijd te winnen, zeg maar, is het gewoon balbezit voor de ander voor om en om, zeg maar. Ja. Hier krijgt Floris de fout in een rebound situatie. Dus de scheidsrechter kijkt daar ook weer wat niet bij de bal is, maar van de bal af. En krijgt Blado een nieuwe aanval. Er is nog iets meer dan 5 minuten te gaan. En JRC nog steeds 54-52 voor. Maar Blado kan met deze aanval gelijk komen of op voorsprong komen. Ze gaan voor de 3, ze gaan voor de voorsprong. Ah ja, die is mis, gelukkig. Heb ik het nou goed dat Floris een beetje de leider is, de natuurlijke leider in het team, of vanuit zijn kwaliteiten? Of, Dat is de positie waar we het in ieder geval hadden. De guard, die moet het spel opzetten. Dus die bepaalt welk spelletje of op welke manier gespeeld wordt. De leider is in principe de captain. Teun is de captain. Die bepaalt een beetje over van alles en wat. Weet je wel? Als hij zegt van Floris, ik wil daar de bal hebben, dan zal Floris er misschien iets meer moeten doen. Maar Floris is de guard. Dus die moet ook de bal opdribbelen en beslissen waar we spelen, welke aanval. Helaas weer geen score voor JRC. Blado gaat in de vast break. Oh, dit is een aanvallende fout en geen score. Soms als je een aanvallende fout maakt en je scoort, dan willen ze nog wel eens tellen. Als je de bal los hebt en dan pas maak je een fout, dan telt hij. Maar in dit geval had hij nog de bal vast. En maakt dan het contact, dus dan telt hij niet. Dus dit is een goede verdedigende actie van Teun. Daar waar hij meer bekend staat om zijn aanvallend spel, verdedigt hij hier goed. Ja, dit is een hele mooie aanval. Oh, jammer. En ze noemen deze fase van de wedstrijd noemen ze money time. Het is spannend. De laatste 5 minuten zijn inmiddels ingegaan en dat is money time. Dus in deze fase van de wedstrijd wordt de wedstrijd gewonnen. En het is nu helemaal gelijk. 54-54. En ik begin zelf ook een beetje spannend te winnen nu. Ik wil natuurlijk wel dat JRC wint. Wie staat er nou op? Nou moet er een speler opstaan die er een paar ballen in gooit. Het is natuurlijk een teamsport, maar je kunt met een paar goede individuele acties kun je de wedstrijd misschien wel beslissen. Mitchell lokte die fout uit, dus die krijgt 2 vrije worpen. Die worden in deze fase van de wedstrijd heel belangrijk. Met deze vrije worpen kun je voorkomen of gelijk blijven staan. Mitchell is een redelijk goede vrije worpschutter, maar mist helaas de eerste.
En hij raakt de tweede, dus JRC staat nou 1 punt voor. En je ziet nou dat JRC weer een verdedigend tactisch plan is. Ze zetten een zonepres neer. Maar Bladel speelt er makkelijk onderuit met een paar lange passes. Nou is het zaak om geen makkelijke score weg te geven. En dit is een makkelijke score. Een drive door het midden wil je eigenlijk niet. Dus daar staat Bladel weer met 1 punt voor. Koen van der Meijer wordt gezocht in de post. Oh. Ah. 3 minuten lijkt heel kort, maar 3 minuten kan in basketbal een half uur duren. Oeh, Teun pakt die. Ja, Teun pakt de steal. Een hele belangrijke steal. Dus dan kan je JRC weer een voorsprong komen. We hebben nu een goede. Oh, hij zet. Het is nou een slordig spel in de eindfase, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Balbezit is nou heel belangrijk. Ze spelen pick and roll, weer balverlies. Oh nee. Thomas, nee, dit is niet. Dit is niet goed uitgespeeld. Thomas aan de bal, laag in de post. Oh, er wordt helemaal niet verdedigd. Open driepunter. JRC zal nog iets moeten gaan doen. We staan nu 4 punten achter. En nog 2,5 minuten spelen. Maar goed, 2,5 minuten is heel lang. Het enige wat je nou nodig hebt is een goede score en daarna een goede stop. Ja, die zit. Oh, die zit niet. Zijn favoriete schotje. Twee minuten te gaan. Bladel 4 punten voor. Het is nu belangrijk dat Bladel niet scoort. Ze krijgen de fout mee, maar ik denk niet dat er 2 vrijworp is, want ik zag hem niet omhoog gaan. Hij geeft de scheids. Hij geeft 2 maal. Hij geeft wel 2 maal. Geef mij even voor dubbel. Teun. Ja. Heb je hem niet? Nogmaals. Ja, swingen. Snij naar je positie. Ja, en probeer hem vanaf hier dan weer inside te krijgen. Ja. Krijg je hem van de buitenkant, kijk maar voor je drietje. Ja, maar wel na de swingpas was. Ja. Defense, full court man. Ja, zet maar even gewoon het druk niet. Ja, full court man. Dit Bladel staat nu 5 punten voor. Hier zijn ze nog steeds een beetje omdat Bladel toch 2 vrije worpen krijgt, terwijl hij niet omhoog is gegaan. Dus makkelijk, 2 makkelijke punten. JRC zal nu toch moeten gaan scoren. Anders gaat het lastig worden. Wie staat erop? Wie staat erop en durft voor de actie te gaan? Floris. Teun zet de actie in. Teun gaat omhoog. Ja! Ja! 4 punten achter nog. Nog 1 minuut 40 te gaan. Dus JRC moet nu afstoppen. Dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Dit mag niet. Ah, dit is open. Tijd staat wel weer stil nu. En de laatste 2 minuten van de wedstrijd gaat ook naar elke score de tijd stil. Dus het team wat achter staat is zo lang mogelijk de tijd stil. Dat is zoveel mogelijk voordeel. Thomas gooide net al 2 vrijworpen raak. Kijken of dat hij dat nou weer kan doen. De eerste die zit. En Ian mag er nou dus in. Om de money time mee af te gaan maken. Ah, Thomas ziet ze wel cool raak nou de laatste 4 of 4 vrijworpen. Dat is wel heel belangrijk dat je op het einde je vrijworpen raak gooit. Teun wordt weer gezocht in de post. JRC heeft iets meer snellere opties nodig dan deze valt. Dat is belangrijk. 4 punten achter van JRC. 1 minuut 20 nog. JRC 4 achter. De guard drummelt er weer makkelijk doorheen. Nou moeten ze mee verdedigen. Nou is het zaak om het tegenstander niet te laten scoren. Deze gaat mis. Oh, ze pakken de rebound. Oh, dit.
aanvallen, de rebound en de score, waardoor ze weer 6 punten voor staan. Dus JRC heeft een snelle score nodig. Gaat voor 3. Ja, ja, 3 punten achter. 50 seconden te spelen. Alles is nog mogelijk. 4 punten achter. Nee, 3, ja, 3 punten achter. Dat klopt. 3 punten achter. 40 seconden te spelen. JRC mag nu niet laten scoren. Als ze nou scoren, wordt het heel moeilijk. Want dan gaat de 24 seconden klok zijn parten spelen. Dus. Ja, Mitchell gaat voor de steal. Oh, krijgt de fout. Niet reageren. Maar JRC heeft nog geen 15 fouten, dus het is geen 2-maal. Maar Bladeren krijgt nou wel een nieuwe 14 seconden. Dat betekent als Bladeren nou scoort dat het verschil meer is dan 3. En dan is het een, zoals ze dat noemen, een two-possession game. Dus heb je, kun je niet in één aanval weer gelijk komen. Dus dan zou je een andere tactiek moeten gaan toepassen. Maar als Bladeren niet scoort, kan JRC nog voor de gelijkmaker gaan met een 3-punter. Of ze kunnen voor een snelle 2-punter gaan. En als ik goed meegeteld heb, heeft JRC nog 1 time-out. Die is ook nog heel belangrijk. Nou, Bladeren heeft in. Oh, ze krijgen 14 seconden nou. 30 seconden te gaan nog in deze wedstrijd. Bladeren mag nu niet scoren. Ze hebben nog maar 5 seconden. Oh! Weer een fout, dus krijgen ze weer een nieuwe 14 seconden. Dus kunnen ze weer opnieuw beginnen met de aanval. En er is intussen nog 22 seconden op de wedstrijdklok. Dat betekent een verschil van 8 seconden. En dat is erg weinig, 8 seconden, om nog fatsoenlijke 3 punten te gaan nemen als je het hele veld over moet. Maar het is tijd. Oh, dit gaat makkelijk, dit gaat makkelijk. Dit kan wel eens beslissende zijn. JRC heeft nu een hele snelle score nodig. Eigenlijk een 3-punter. Dit gaat te lang duren. Dit duurt te lang. Deze zit. Tijd moet stil. Ze moeten nou een fout maken. Ze maken geen fout. Oh. Bladeren wint met 2 punten verschil. En het is afgelopen. 65-67 is het score voor Bladeren. Een spannende eindfase. Maar helaas net niet voor JRC, waardoor ze blijven hangen op 1 winstpartij dit seizoen. Ik begreep dat jouw teamgenoten je Mickey noemen, klopt dat? Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, vertel even, toch teleurgesteld? Ja, behoorlijk, uiteraard. Als je verliest, dan is er altijd sprake van teleurstelling, denk ik. Je wilt toch heel graag die wedstrijd winnen. Maar goed, op het beslissende moment was de tegenstander gewoon net even iets agressiever, net even iets feller. En dan spelen ze het net even wat beter uit dan wij toen. Dus dat is voor ons een leerpunt. Vanuit de tafel heb ik gekeken en dan zag ik dat je eigenlijk bijna de hele wedstrijd voor hebt gestaan. En eigenlijk in de laatste kwart is het eigenlijk misgegaan. Klopt dat? Heb ik dat goed gezien? Ja, absoluut. Ik denk dat je 3 kwarten eigenlijk betere ploeg bent. Ik denk wel van dat als je de wedstrijd terugkrijgt, denk ik dat je bij rust een grotere voorsprong had moeten hebben. Ja, we zijn dan soms nog iets te onrustig, waardoor we iets te vaak de bal weggooien, waardoor de tegenstander in de wedstrijd kan blijven. Ja, dus als je iets zuiniger bent op de bal, het iets beter uitspeelt, dan ga je al met een grotere voorsprong de rust in. Weet je, ja, dat zijn wel net even de tactische dingen die deze ploeg gewoon nog moet leren. Het is een hele jonge ploeg, ploeg in opbouw. Dus dan zie je dat op dat soort momenten dat we dan nog net even individueel foutjes maken. En dat is denk ik gewoon een verschil. Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Den Dungen, begreep ik. En heb jij meegebracht om hier zeg maar een verbetering te brengen? Nou ja, goed. Weet je, ik ben denk ik een coach die toch het moet hebben van tactisch inzicht. Zeg maar. En dat probeer ik over te brengen op deze jongens. In het verleden is er heel veel 1 tegen 1 basketbal gespeeld, om zo te zeggen. En er zijn wat aantal spelers gestopt een jaar terug. Belangrijke ervaren spelers die dat ook heel goed konden. En je hebt nu te maken met een jonge ploeg die dat 1 tegen 1 basketbal eigenlijk net niet goed beheerst. Dus ik probeer nu zo ook tactisch wat sterker te maken. Zodat deze ploeg kan gaan groeien en wel sterker kan gaan worden op termijn.
Ik wens je ontzettend veel succes met alles wat je moet doen om deze ploeg weer verder naar boven te krijgen. Dankjewel, dankjewel. Bedankt. Normaal speel je tegenwoordig in het tweede team, want je bent net gestopt eigenlijk in het eerste team. Ja. Hoe is het je bevallen om nog zo terug te zijn? Eigenlijk heel zwaar. Dat heeft als reden dat ik niet genoeg meer train om volle bak met het eerste mee te kunnen. Dus dat is ook de reden dat ik weinig speel en voor weinig van toevoeging kan zijn. Als je de wedstrijd terugkijkt, ik heb gezien dat je drie kwarten eigenlijk steeds voor hebt gestaan, zo ongeveer. En in het laatste kwart ging het in één keer een stuk minder. Wat was daar van de oorzaak? Ja, er wordt niet meer gebasketbald wat er in de eerste drie kwart wel gedaan wordt. Er wordt niet meer zo hard voor de rebound gegaan wat in de eerste drie kwart wel gedaan wordt. En daar verlies je het gewoon op. We spelen op het moment, en eigenlijk vind ik dat de eerste drie kwart ook, we spelen te weinig als team. In plaats van, we zijn veel solistisch bezig en op die manier proberen wij de wedstrijd binnen te halen. Terwijl als je ziet dat wij goede aanvallen spelen en de bal goed rond laten gaan, dan spelen we wel goed. Ja, dat komt er nou niet uit. Wat zou je nu moeten veranderen om zeg maar, toch sterker te zijn? Goeie vraag. Ik denk dat bepaalde mensen minder lang moeten dribbelen. Minder lang die bal vast moeten houden, minder lang moeten kijken of dat er een paas gegeven kan worden in plaats van gewoon de paas geven. Het duurt allemaal net wat te lang, waardoor 3-4 mensen in de aanval staan te kijken naar wat één iemand doet met die bal. En daardoor irriteren 4 mensen zich, omdat ze dus niet betrokken worden bij het spel. En dat moet veranderen. Dankjewel. Graag gedaan. Nino, van harte gefeliciteerd met de overwinning van jouw ploeg. Dankjewel, ik ben hartstikke blij mee. En heeft je tactiek gewerkt? Tactiek is altijd natuurlijk iets, is een perspectief hoe je naar een wedstrijd kijkt. En wij hebben gezegd, we gaan tempo maken en we gaan ons eigen spel spelen. Ik denk dat we dat hebben gedaan, grotendeels. Dus wat dat betreft heeft de tactiek gewerkt. Maar je ziet vaak dat tijdens een wedstrijd komen er andere dingen naar boven en dan moet je aanpassen. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan vandaag. Ja, maar toch als ik even kijk naar het scoreverloop, dan zie ik dat eigenlijk grofweg de eerste drie kwarten je achter hebt gestaan. Mm-hmm. En dan weet je in het laatste kwart het nog om te draaien. Is dat jullie kracht of hoe moet ik dat zien? Het is wel een team dat als ze gefocust zijn, dan hebben ze de mogelijkheid om dit soort dingen te doen. Wij zijn een team die van iedereen kan winnen in deze competitie, maar af en toe ook van iedereen kan verliezen. Dus het is maar net hoe gefocust wij zelf zijn in zo'n wedstrijd. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ook als het spannend is, dat we de kopjes koel kunnen houden en zo'n wedstrijd naar ons toe kunnen trekken. Is de rol van een coach bij het basketbal, is die nou erg belangrijk? Ik denk dat het heel erg per team verschilt. Ik denk dat er teams zijn die echt een coach nodig hebben die bepaalde tactische keuzes maakt. Er zijn teams die hebben vooral een coach nodig die ze motiveert. En ik heb een hele zelfstandige ploeg, dus voor mij is het vooral het wisselbeleid is heel belangrijk. Het motiveren van de jongens en voor de rest zijn ze zelf allemaal basketbaltechnisch en qua inzicht sterk genoeg om zo'n wedstrijd zelf invulling te geven. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank je voor dit interview en succes met het vervolg van de competitie. Dank je wel en graag gedaan.